Ik heb een huis met een tuintje gehuurd. We liggen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. Ieder mens die heeft zijn verlangens en met wat geduld worden vaak zijn heimelijke wensen plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan. Ik heb voor een klein bedragje wonderen gedaan. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd, gelegen in een gezellige buurt. En als ik zo naar mijn bloemetje kijk, voel ik mij net als een koning zo rijk. We laten u eerst even proeven van de ereprijstuinen van de afgelopen jaren. Na de vier jaargetijden in korte impressies achter ons gelaten te hebben, bezoeken we de nieuwjaarsreceptie van de TKC, die hopelijk een traditie zal worden. Om het onderlinge contact levendig te houden, zijn er in de wintermaanden klaverjasavonden met leuke prijzen. De TKC organiseert al vanaf de 30er jaren bloemschikcursussen. De laatste jaren, uiteraard in de wintermaanden, onder de voortreffelijke leiding van de familie Bout. De jaarlijkse TKC-busreisjes in het voorjaar, met mooi of met slecht weer, zijn altijd gewild en gezellig. Onze penningmeester organiseert de laatste 10 jaar deze reizen, ditmaal naar Maastricht en de stop van Ternaaien. Het doel is nog steeds tuinen keuren. De TKC heeft Vreewijk verdeeld in 12 districten, ieder met 3 keurders. Zij keuren op onderhoud, beplanting en algemeen aanzien. Na het 3 maal keuren per seizoen komt het tellen en rekenen. En ook de uitgave van het blad Onze Eigen Tuin.
Een zaterdag in de herfst. De prijzen worden afgehaald. Ditmaal 1600 coniferen. Sinds 1976 kent de TKC een zogenaamde bokaalavond. De winnaars van de ereprijstuinen ontvangen dan een TKC-wisselbokaal. De avond aan het eind van het seizoen wordt opgeluisterd met muziek, spel en bingo. Meestal in aanwezigheid van de directie van de maatschappij Vreewijk. We gaan nu een kijkje nemen in de tuin van de winnaars. Tuinen, panorama's vanaf de Rooms-Katholieke en de Vredeskerk doen iedere rechtgeaarde Vreewijker beseffen in vreugde elke dag hier te wonen.